Voorzitter. Het was niet te geloven dat men in 2004 de beslissing nam om de onderhandelingen over de toetreding van Turkije op te starten, een niet-Europees land als Turkije. Nog ongelooflijker is dat men 9 jaar later nog altijd bezig is met die onderhandelingen, ondanks de verbintenis dat de onderhandelingen zouden stilgelegd worden wanneer zou blijken dat Turkije zijn verplichtingen op een manifeste wijze niet nakomt. Laten we in elk geval eens stoppen met spreken van een vooruitgangsverslag wanneer er in het geval van Turkije helemaal geen vooruitgang is. Nergens in de wereld zitten er meer journalisten in de gevangenis dan in Turkije. Ook andere opiniemakers, zoals schrijvers en professoren, zitten in de gevangenis omwille van het uiten van een mening. Eergisteren werd de bekende pianist Fazil Say tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld omwille van het uiten van een islamkritische mening. De islamistische regering van Erdogan vaart meer en meer een autoritaire, anti-Europese, anti-westerse en anti-christelijke koers. En daarom moeten we nu stilaan een einde maken aan die onderhandelingen over de toetreding van Turkije. Laten we eens voor eenmaal, Europese Commissie, rekening houden met de kiezers in Europa die meer gezond verstand en meer historisch besef lijken te hebben dan de Europese beleidsmakers. Dank u.